buurman zegt: voel je goed zoals je bent en wees oprecht. Beste kinderen, mama's en papa's, Peters en Meters, goede vrienden allemaal. Wij zijn blij dat we vandaag met zoveel goede, brave kinderen kunnen samen vieren. God nodigt jou uit. Hij heeft ons uitgenodigd en wij zijn gekomen. En we zijn daarvoor ook blij. En we zijn ook in zijn naam samen, in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Vandaag worden wij, net als in het evangelie, uitgenodigd op een feest. Het is God zelf die ons deze uitnodiging stuurt. Gaan wij erop in of blijven we aan de kant staan? Het blijft een vrije keuze. En als wij ja zeggen op deze uitnodiging, maken wij ook ons gereed voor het feest. Op het altaar ontsteken we alvast het licht van de missiokaars, die elke zondag van de missiemaand zal branden, als teken van verbondenheid met alle christenen over de hele wereld. Wij willen ons leven veranderen en Jezus voorbeeld volgen. We zijn niet alleen. Alle mensen van de hele wereld mogen mee aanzitten aan het feesttafel van de Heer. Mogen we in deze viering laten zien dat wij ja zeggen op zijn uitnodiging. De jongeren die aangeduid zijn voor het vergevingsmoment, Gijke, Naila en Guy, denk ik. Vergeven is nieuwe kansen krijgen om het beter te doen. Laten we aan God vergeving vragen en proberen elkaar vergeving te schenken. Heer, op uw feestmaal is iedereen uitgenodigd. Vaak leggen we die uitnodiging naast ons neer. Soms hebben wij het moeilijk om ons geloof te tonen en vreugdevol te vieren dat wij christenen zijn. Daarom bidden wij, Heer, ontferm u over ons samen. Heer, ontferm u over ons. Heer, om aan uw feestmaal deel te nemen, moeten wij onze manier van leven durven veranderen. Soms sluiten wij ons af en durven wij ons hart niet openstellen voor uw liefde. Daarom bidden wij, Christus, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, de Eucharistieviering zou voor ons een feestmaal moeten zijn. Soms horen wij uw uitnodiging niet. Wij doen geen moeite om ze te beantwoorden. De vreugde van de blijde boodschap raakt ons zo weinig. Daarom bidden wij, de Heer, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Mogen dan de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden, onze fouten vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. Mijn leven, Heer, geef mij kracht. Heel mijn leven, Heer, geef mij kracht. Heel mijn leven, Heer, oh, Heer, geef mij kracht. Geef mij kracht. Heel mijn leven, Heer, geef mij kracht. Voor mijn leven, Heer. O Heer, geef mij kracht. Ben mens onder vele, Heer. Ik ben mens zoals vele, Heer. Ik ben mens, wil geloven, Heer. O Heer, geef mij kracht. Geef mij kracht. Heel mijn leven, Heer, geef mij kracht. Heel mijn leven, Heer, geef mij kracht. Heel mijn leven, Heer, o Heer, geef mij kracht. Laten wij dan bidden
God onze Vader, wij worden door u uitgenodigd op een feestmaal. Geef ons de kracht ons leven te veranderen om samen met onze zusters en broeders over de hele wereld aan uw tafel te mogen aanzitten. Vandaag ook in het bijzonder met de christenen van Zuid-Korea. Dat vragen wij door Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen. Oktober is de missiemaand. Missio is de organisatie die zich inzet voor vriendschap met mensen van verschillende culturen en godsdiensten. Missionarissen zijn paters, zusters of leken die hun thuis verlaten om anderen te helpen. Mensen worden geroepen bij hun naam. Missio gelooft in de verbondenheid van alle christenen over heel de wereld. Elk jaar zet Missio een land in de kijker. Dit jaar is het Zuid-Korea. Zuid-Koreanen leven in een razendsnelle technische computerwereld. En toch geven zij hun christelijke godsdienst een belangrijke plaats in hun leven. Zij geloven in een God van liefde. Zij geloven in de verbondenheid van God met de mensen. De kerk in Zuid-Korea is een groeiende kerk. Elke christene krijgt de taak de blijde boodschap uit te dragen. Het is een kerkgemeenschap die zich nadrukkelijk inzet voor vrede en rechtvaardigheid. Ze hebben aandacht voor mensen in nood. Missio leert ons even bewust stil te staan in onze overhaastige maatschappij en vraagt ons om samen met alle christenen over heel de wereld verbonden te zijn. Thank you.
De kleuters en de kinderen die hun eerste communie nog niet gedaan hebben, die mogen vooraan komen zitten voor het evangelie. Zet u maar neer. Ja. Ja. Je mag bij Sanne of bij Ilse gaan. Ja. Ja. Zet er jullie maar bij. Ja. En de priester gaat het verhaal lezen. En jullie kunnen kijken in het boek. Opnieuw spreekt Jezus tot de ogenpriesters en tot de oudsten van het volk. En hij zegt: het rijk van God kun je vergelijken met een koning die een groot feest gaf bij het huwelijk van zijn zoon. Hij stuurde zijn dienaren uit om de gasten te herinneren aan het feest. Maar ze wilden niet komen. Later stuurde hij andere dienaren. Die moesten aan de genodigden zeggen: de koning heeft voor de maaltijd gezorgd, alles staat klaar, kom naar het feest. Maar de genodigden trokken zich niets aan van die uitnodiging. De ene zei: sorry, ik moet naar mijn akker gaan. Een ander zei: ik kan mijn zaak niet alleen laten. En nog een ander zei: ik ben net getrouwd, ik heb nu geen tijd. En niemand wilde naar het feest komen. De koning werd boos en zei tegen zijn dienaren: het bruiloftsmaal is klaar, maar de genodigden zijn het niet waard. Ga nu dus naar de kruispunten van de wegen en nodig iedereen die je maar tegenkomt uit om naar het bruiloftsfeest te komen. En de dienaren deden dat en brachten iedereen mee die ze tegenkwamen. Slechten en goeden, blinden en kreupelen, armen en rijken. En de bruiloftszaal liep vol met gasten. Dan mogen jullie stilletjes terug naar je plaats. Amai, dat was een mooi verhaal, hè? In dit verhaaltje van de Bijbel horen we hoe de vriendschap tussen God en mensen kan uitlopen op een feestmaal waar iedereen van harte welkom is. Maar God hoopt op één ding, zegt Jezus in deze gelijkenis, namelijk dat we er graag en hartelijk aan meewerken. Het feest waarop wij volgens de tekst uitgenodigd worden en waarvan deze gezinsviering een voorsmaak is, wordt ons zomaar gegeven. Maar tegelijkertijd is het een menselijke opdracht. Het initiatief ligt in Gods hand, maar zonder onze medewerking zal het feest niet doorgaan. En daarom nodigt hij iedereen uit. Maar je moet wel op zijn uitnodiging ingaan. We moeten er iets voor over hebben. En eigenlijk kunnen we het een beetje vergelijken met het volgende. Vele 7-jarigen en 12-jarigen onder jullie werden uitgenodigd om samen op weg te gaan naar eerste communie, plechtige communie en vormsel. Het was geen gedwongen keuze. Want in overleg met jullie ouders werd er ingeschreven voor de voorbereidende catechese. En Jezus? Wel, die hoopt op een ja-woord van iedereen om mee te helpen aan zijn rijk van vrede. Als wij in hem geloven, als wij op zijn uitnodiging ingaan, vraagt dat natuurlijk wel een aanpassing in ons leven. De eerste communicanten moeten zich nog niet ongerust maken, want die starten pas in december van dit jaar met de voorbereiding.
Maar bijvoorbeeld, en ik heb er hier verschillende al gezien, de jongeren van de Korte Weg, die zijn al enkele zaterdagen namiddagen samengekomen. Zij maakten tijd om met hun catechisten te werken, te vertellen, te zingen rond Jezus en werken zo een stukje mee aan Gods droom van een wereld. En dan zijn er onze pleko's, de plechtige communicanten, die vandaag ja zeggen tegen de uitnodiging van Jezus. Dat wil zeggen, Jezus, jij kan op mij rekenen. Ook zij zullen in kleine groepen met hun ouderkatechisten en met de verhalen van de symbolische figuur Theofiel, die ze wel zullen leren kennen, op de uitnodiging van Jezus ingaan om zich voor te bereiden om volgend jaar naar het grote feest met Jezus te gaan. Wel, dat is eigenlijk wat Jezus ons wil zeggen met het evangelie van vandaag. Ieder van u, ook de grote mensen, zijn welkom bij Jezus. En je hoeft geen geschenken mee te brengen. Jezus vraagt ons enkel om te geloven en te delen in de vreugde en de goedheid van zijn Vader. Om zijn liefde dankbaar te aanvaarden. En dan wordt het leven een feest voor alle mensen die daaraan willen meewerken. En als je naar dat feest gaat en je gaat daar een klein beetje moeite voor doen, wel, dan zal het ook een feest worden, heel diep in je eigen hart. Amen. Samen bidden wij nu onze geloofsbelijdenis. En wij staan daarvoor recht. Wij bidden allen samen. Ik geloof in God, niet zichtbaar, niet tastbaar, maar toch aanwezig in ieder mens. Ik mag hem Vader noemen. Ik geloof in de verrezen Jezus, al ging ons voor als medemens, al wat hij was, al wat hij bezat. Mee tot geluk van velen. Hij blijft ons nabij in brood en wijn. Hij blijft ons nabij in mensen die leven in zijn geest. Ik geloof in de geest. Hij geeft licht en warmte en energie om lief te hebben, om met anderen te delen, om van anderen te ontvangen. Ik geloof in mensen. Ik geloof in hen die blijven geloven dat we er zijn voor elkaar. En die werken aan een wereld waar elke mens een geborgenheid en liefde vindt. Ik geloof in de liefde van God die alles vergeeft, die mij handen draagt vandaag en alle dagen. Amen. De plekkoers blijven recht staan. De plekkoers. En we nemen ons blad klaar. Christenen die hun geloof bewust beleven willen, willen dat niet voor zichzelf, maar geven het door aan de mensen rondom hen. Daarom nodig ik nu onze plechtige communicanten van de Lange Weg uit om hier vandaag te bevestigen dat zij een jaar lang de weg van Jezus willen gaan en Gods liefde willen delen. God nodigt je uit. Hij roept je bij naam. Die naam hebben je ouders gekozen. Voor hen ben je enig. Je naam blijft, dat ben je zelf. Als iemand je roept bij je naam, bedoelt hij jou helemaal. Alles in jou. Je blijheid, je verdriet, je angst, je geloof, je twijfels, ja, je talenten. Daarom bidden wij. Goede God, gij noemt elk van deze jongeren bij uw naam. In uw ogen is iedereen de moeite waard. Gelke, Janne, Karijn, Louisa, Naila,
Elise, Ashley, Lucas, Ruben, Daan, Vincent, Luca, Vincent. Willen jullie deze uitnodiging aanvaarden? En wij bidden ook samen. God van liefde, op mij kun je rekenen. Als je me roept, ben ik er voor jou. Ik wil proberen om met jouw steun een fijn mens te zijn. Een christenmens, een mens van liefde. Zo dus, beste jongens en meisjes, jullie die zich voorbereiden, de lange weg, en vandaag belofte wilt houden, belofte uitgesproken, dat je er wilt zijn voor elkaar en ook Gods liefde probeert uit te dragen in de wereld rondom jou. Wij zijn fier je vandaag te mogen ontvangen en te luisteren naar uw woorden van trouw, naar uw belofte van trouw. In deze viering gedenken wij het jaargetijde voor Melanie Hofmans, echtgenoot en familieleden. En wij vragen ook een gebed voor Jan Dalemans, die overleden is en waarvan de uitvaart plaats heeft zaterdag komende om 10:00 in Ruisbroek. Gezegend zijt gij God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de aarde het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven. Gezegend zijt gij God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij de beker ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de wijngaard het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven. Bid dan, zusters en broeders, dat ons offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader. Mogen de Heer dit offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn naam, tot welzijn van ons en van geheel zijn eigen kerk. Amen. Goede God, wij brengen onze gaven aan, gewone gaven van inzet en vreugde, van geluk en vrede. Dankbaar, omdat wij hier uitgenodigd worden om samen te vieren en ons leven te delen met elkaar als brood en wijn. Amen.
en willen wij nu opstaan voor het grote eucharistisch gebed. De Heer zal bij u zijn. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Ja, goede Vader, het is een feest voor ons u dank te zeggen en met Jezus voor u onze vreugde uit te zingen. Zoveel houdt gij van ons, dat gij voor ons gemaakt hebt deze mooie, wijde wereld. Zoveel houdt gij van ons, dat gij ons Jezus hebt gegeven, uw Zoon, om ons de weg tot u te tonen. Zoveel houdt gij van ons, dat gij ons samenbrengt in hem als kinderen van één grote familie. Voor zoveel liefde willen wij u loven en prijzen. En wij zeggen uit dankbaarheid met de engelen en de heiligen die u aanbidden in de hemel. He. Ja, gezegend zij Jezus, die gij hebt gezonden, de vriend van armen en van kleinen. Hij is ons komen tonen hoe wij van u kunnen houden en van elkander. Hij is het hart van de mensen komen zuiveren, van het kwaad dat vriendschap verhindert, van de haat die het geluk belet. Hij heeft zijn eigen geest beloofd, die met ons zal zijn van dag tot dag, opdat wij zouden leven van uw leven. God onze Vader, wij bidden u, zend dan uw geest over dit brood en deze wijn, dat zij het lichaam en het bloed worden van Jezus onze Heer. De avond voor zijn dood heeft hij ons uw liefde betuigd. Hij was aan tafel met zijn leerlingen. Hij nam een stuk brood, sprak een dankgebed uit om u te zegenen en te danken. Hij verdeelde het brood, gaf het aan zijn vrienden terwijl hij zei, neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Dan nam hij een beker met wijn. Nogmaals zegde hij een gebed om u te danken en liet de beker rondgaan bij iedereen en sprak tot hen, neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Dan zei hij hun, blijf dit doen om mij te gedenken. Hier gedenken wij, Vader, de dood en de verrijzenis van Jezus, de redder van de wereld. Hij heeft zichzelf aan onze handen toevertrouwd om het offer te zijn dat wij u thans opdragen en om ons naar u toe te leiden. Verhoor ons, Heer, onze God. Deel uw geest van harte mee aan allen die aan deze tafel aanzitten, dat ze zich meer verbonden weten met uw kerk, met onze paus, met onze bisschoppen, met de andere bisschoppen over heel de wereld en met allen die werken voor uw volk. En vergeet niet hen van wie wij houden, ook evenmin degene van wie wij niet genoeg houden. Herinner u allen die gestorven zijn. Herinner hen met liefde in uw huis. Breng ons bij u, samen met de maagd Maria, de moeder van God en onze moeder, als de dag gekomen is voor het grote feest in het Koninkrijk der Hemelen. Dan zullen allen die vriend van Jezus zijn, van Christus onze Heer, u toezingen en blijven toezingen. Door hem en met hem en in hem. Amen. Zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, Almachtige Vader. Amen. In de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.
En samen zingen wij nu ook uit Onze Vader. De kleuters en de kinderen die hun eerste communie nog niet gedaan hebben, die mogen een kring vormen rond het altaar bij de priester. Ja, kom maar af. Ga maar door. Ja, ja, eerst kom, moeten de kinderen komen. Ja. Kom. En als de kinderen ze maar bij de hand. Er zijn, vragen we aan de grote mensen om ook een hand te geven en over de gangen heen aan te sluiten. En mee te zingen. Laat ons bidden tot God, onze Vader, met de woorden die Jezus ons geleerd heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd. Uw rijk komen, u wil geschieden op aarde, zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, en leid ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid, in eeuwigheid. Amen. Dan zingen we ook nu ons vredeslied. Geef ons vrede. Lam Gods dat wegneemt de zonde van de wereld, ontferm u over ons. Lam Gods dat wegneemt de zonde van de wereld, ontferm u over ons. Lam Gods dat wegneemt de zonde van de wereld, geef ons de vrede. Lichaam en bloed, van onze vrezen in Jezus Christus, die wij ontvangen tot het eeuwig leven. Amen. Gelukkig wij allen, die nu genodigd worden aan de maaltijd van de Heer. Zie hier het Lam Gods dat wegneemt de zonde van de wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Lichaam van Christus, beware ons ten eeuwige leven. Amen. Thank you.
Een korte bezinning. Christen zijn is altijd weer risico's nemen. Om echt mens voor een ander mens te worden. Christen zijn is Gods liefde dankbaar vieren. Christen zijn is niet buitenspel blijven staan, maar jezelf op het spel zetten. Christen zijn is feestmaaltijden bereiden op gloeiende kooltjes van hoop en verwachting. Christen zijn is niet alleen aan mensen ver weg denken, maar vooral ook hier en nu aan de slag gaan. Willen wij daarom allen samen nu het slotgebed bidden? Heer onze God, Gij hebt iedereen uitgenodigd om bij U te gast te zijn. Maak dat wij U steun horen en er ook werk van maken. Zegen ook de christenen in Zuid-Korea. Maak dat wij samen getuigen van Uw boodschap, een boodschap van liefde, vrede en gerechtigheid voor onze wereld. Amen. Enkele mededelingen. Deze week is er een speciale dag. Dinsdag 17 oktober is het Werelddag van Verzet tegen Armoede. In samenwerking met de Schakel is er op 17 oktober om 12 uur een sobere maaltijd in Sint-Amans. En 's avonds om 20 uur is er in de Kollebloem de film Félicité over een Afrikaanse vrouw die samen met haar tienerzoon op het randje van de armoede leeft. Die dag kan je ook een wit laken aan je raam hangen als teken van verzet tegen armoede. Op zaterdag 21 oktober is er in de kerk van Opuurs een woordtheater met vertelling en muziek, waarin Luc de Visser de apostel Jacobus weer tot leven brengt. Wie was die man en hoe leeft hij vandaag verder? Echt de moeite waard. Kaarten kosten €5 en zijn te verkrijgen op het parochiesecretariaat. Je kan ze ook bestellen via mail. Achteraan in de kerk vind je de folder met meer uitleg. En weet je, de koning gaf een groot feest. En op het einde was er zelfs nog wat over. Je zal dat straks merken bij het buitengaan van de kerk. Ook nog een hartelijke proficiat aan de kinderen die in oktober verjaren. Zij mogen een kleine attentie komen halen na de viering. En onze plekko's blijven ook na de viering eventjes in de kerk. Dank je wel. Ook ik heb nog een kleine mededeling te doen. Ik vond het heel fijn vandaag dat we nu met zoveel samen zijn. Maar dat is niet alleen vandaag. Ook immers elke week op zondag komen hier mensen samen om te vieren. En zoiets wordt dan ook gedragen door verschillende personen en instanties. Ik wil mij graag even richten tot de plekko's en de kandidaatvormelingen met een speciale vraag. We hebben vandaag onze misdienaarsgroep gezien, maar die jongens en meisjes worden ook al iets ouder. En wij zouden graag van de jonge kinderen een beetje versterking hebben. Nu jullie zich voorbereiden op het vormsel, binnen een aantal maanden zouden we het mooi vinden, moesten jullie of een aantal jongeren in groep één keer per maand kunnen tijd maken voor ons om op zondag ons te komen helpen. Daarbuiten doen we ook een aantal andere leuke activiteiten in groep. En je zal je zeker niet alleen voelen. Dus heb je vragen of ben je geïnteresseerd, spreek ons straks zeker aan na deze viering. En we danken jullie allemaal van harte en wensen jullie nog een zeer fijn catechesejaar toe. Willen wij dan nu allen tenslotte recht staan voor Gods zegen en zending? We hebben vandaag zeer duidelijk de opdracht gehoord
en willen die ook volbrengen. Wees goed en lief voor de mensen om je heen en ook goed en lief voor alle mensen in de hele wereld. Dat is de kern van Missie Zondag. En zegene ons allen dan de Almachtige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. En de kleuters mogen vlug naar voren komen. Alleen de kleuters. Of die van het eerste leerjaar, kom ook maar mee.
Dank je wel, Ria en alle zangers voor de versterking. Dank je wel allemaal voor het meevieren. En tot volgende keer is in Calfort 25 november. De volgende gezinsviering Calfort 25 november. Tot dan. Dank je wel. En de jarigen mogen hun attentie komen halen.